als je in een groep fietst, dan, dan gaat de spoorboom ook dicht, zoals nu. En als je dan in een groep fietst, dan, dan gaat soms de groep nog door en dan kan je ertussen komen. Wat wij dus gewoon heel veel zien op overwegen is dat mensen altijd haast hebben. Dus ook zodra de belletjes gaan, en ze kunnen normaal altijd op tijd stoppen, maar toch nog altijd even snel. Ik wel eens onveilig over? Nee, nooit. Nooit? Nee. Ja, zeker wel. Omdat ik dan op tijd naar school moet komen. Ik kan vanaf die kant aangezien waar de treinen vandaan komen. Ja, ik weet natuurlijk dat het tegen de regels is. Ik probeer niet goed te praten of zo. Mensen weten over het algemeen wel hoe ze zich op een overgang moeten gedragen. Alleen Zij zeggen zelf ook altijd, ja, wij kijken naar links en naar rechts en er komt toch niks aan enzovoorts. Maar ja, zo werkt dat gewoon niet. En ben je ook snel afgeleid? Nee, valt wel mee. Ook niet door je mobieltje of zo? Beetje. Ik zou eigenlijk vinden dat iedereen beter zou moeten opletten in het verkeer. Zodra de rode knipperlichten beginnen, dan stop je. En zo werkt het. Doei.